Er is een ondergrens aan wat je mag doen. En die ondergrens wordt bereikt wanneer de normen en waarden die we ooit met elkaar hebben afgesproken, wanneer die niet gehaald worden. En dan kun je aan de rechter vragen, rechter, volgens mij zakt de overheid hier door de ondergrens heen. Zeg er wat van. En dat is de Urgenda-zaak waarvan de Urgenda heeft gezegd, ja, de Nederlandse overheid zakt door de ondergrens heen van wat we met z'n allen hebben afgesproken, hoe wij met elkaar omgaan en de zorg die wij voor elkaar willen hebben. They want their government to limit global temperature rise to 2 degrees above pre-industrial levels. Die Niederlande müssen den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Das entschied am Dienstag das Zivilgericht in Den Haag und bestätigte damit auch in zweiter Instanz ein als historisch geltendes Urteil von 2015. The court said the move was necessary because of the dangerous impacts of climate change. Een harde tik op de vingers van het kabinet, uitgedeeld door de rechter. Dat de staat tot nu toe te weinig heeft gedaan om een gevaarlijk klimaatverandering te voorkomen en te weinig doet om deze achterstand in te halen. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de staat onrechtmatig handelt en dat de staat ten minste 25% moet reduceren per eind 2020. Er zit wel heel veel ontlading, want er zit heel veel spanning achter en dat probeer ik altijd weg te duwen. Maar dat komt er dan wel uit. Het is voor de publieke zaak. Het is niet voor eigen belang of financiën of zo. Ja, probeert een force for good probeert te zijn. Zeker met klimaatverandering. Als we afscheid moeten nemen van de fossiele energie. Dat vraagt echt wel een hele grote omschakeling. Daar zijn ze veel te aarzelend in. Want toen die gasbel in Slochter was ontdekt. Toen was dat was in 1957 of zo. Toen was de gedachte, nou, kernenergie is de toekomst. Dus als we nog geld willen verdienen aan het gas, dan moeten we het zo snel mogelijk uitventen. En toen is binnen 10 jaar is er door heel Nederland een gasleidingnet aangelegd, wat zijn weerga niet kent in de hele wereld. Dus het is een enorme omschakeling geweest, binnen 10, 15 jaar. En nu staan we weer voor zo'n opgave. En dan denk ik, bijna zoals we yes we can, of als Merkel van de wir schaffen das, natuurlijk kan het. Natuurlijk kan. Het gaat ook gebeuren, want die olie is een keer op. Alleen, we hebben nu het klimaatprobleem, waardoor het dat moment veel meer naar voren gehaald moet worden. Natuurlijk kan het. Als ik druk ben geweest of wat dan ook, dan pak ik een gitaar. Dat kan 10 minuten of een half uur zijn of zo, maar dan... Ja, is altijd goed. Het is een hele snelle manier om naar de emotionele kant heen te gaan. Want mijn werk is natuurlijk wel heel erg cerebraal, hè? Het is heel erg intellectueel. Ja, ik heb ook een andere kant. Dat is denk ik uiteindelijk wel het motortje. En de hersens zijn meer het stuur om te zorgen dat het nog een beetje de goede kant op gaat. Nou, ik erger me er al een tijdje aan dat er zo weinig gedaan werd aan het Groningse leed. En op een gegeven moment dreigde een heleboel schadeclaims te verjaren uit 2012. En ik denk, ja, dat moet niet gebeuren. Dus ik heb toen eigenlijk een collectieve stuitingsbrief geschreven. Jan Lesman, ja, dat is gewoon een Groninger, een mooi huisje, dacht het mooi voor elkaar te hebben. Maar sinds 2012 is zijn huis langzaam aan het verzakken. En ja, dat proces gaat me door. De scheuren in zijn huis worden steeds groter. En hij is van boven naar beneden, is hij zeker al wel 8 tot 10 centimeter gegaan al. In de woonkamer knikt eigenlijk over de kelder heen, want die zakt minder snel. Ja, en langzaam maar zeker scheurt de voorgevel eraf. En ja, er gebeurt eigenlijk maar niks. Hij is al 5 jaar probeert die vergoeding te krijgen of herstel te krijgen. En dat lukt maar niet. Ja, hij heeft te zware dakpannen erop gelegd of had de tuingrond niet op moeten hogen. Maar het komt eigenlijk niet van de NAM. Dat is de hele tijd de reactie. En bovendien staan je muren een beetje scheef. Dat is zijn probleem. Hij komt er niet door. Dat is ook met klimaatverandering. We hebben nu wel de lusten van al dat verbranden van die fossiele brandstoffen. Maar het klimaat verandert en de rekening gaat gepresenteerd worden. Dat is al begonnen. En weer is het ook oneerlijk, want het is toch vooral de mensen in de arme landen die geen dijken kunnen bouwen, die de rekening gaan betalen. Dat is niet volhoudbaar. Dat geeft ook spanningen. Je ziet het in Groningen. Men begint zich daar ja, toch van de politiek af te keren, cynisch te worden. Maar je ziet het ook in de arme ontwikkelingslanden. Ja, die willen hier naartoe, want het ontwricht samenlevingen. Het
ontwricht je sociale cohesie. Eind 19e eeuw was de nachtwakerstaat. De staat zorgt alleen maar voor de veiligheid en een paar basisdingen. En verder moest ieder maar voor zichzelf zorgen. En dat is toch wel weer een beetje teruggekeerd. Hè? Je ziet weer de nadruk op veiligheid en ook weer concurrentie. Zero-sum game, zegt Trump. Zo van, ja, dit is de taart. Hij wordt niet groter. Dus het gaat eigenlijk alleen om hoeveel ik eruit kan halen. Nou ja, in Nederland zijn we daar nog heel ver vandaan, maar tegelijkertijd, we bewegen wel die richting op. Het is geen BV die we hier aan het runnen zijn. Dat is ook belangrijk dat dat ook goed gebeurt, maar samenleving is iets anders dan een BV. En dan moet je inderdaad een beetje... We zijn geen concurrenten van elkaar binnen de Nederlandse samenleving. We zijn medereizigers. En dan moet je een beetje... Ja, pas een beetje op elkaar. Daar gaat het eigenlijk om.